Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we boven het zuidwesten van Nederland en boven de Noordzee wolkenvelden. En die wolkenvelden trekken op dit moment Nederland in. Dit moment is om 8 uur vanochtend. Maar in de loop van de ochtend begint de zon weer terrein te winnen. De meeste wolken komen daardoor vooral in het noordwesten en noorden voor. Vanuit het zuiden en oosten komt er steeds meer zon bij. En dan gaat het ook warm worden. Vanmiddag wordt het zo'n 15 tot misschien zelfs 20 graden in het binnenland. In het noordwesten en noorden zijn er meer wolken, daar blijft de temperatuur achter, met een graad of 9 à 10. Ook vanavond overal droog weer, nog een paar wolkenvelden in het noorden en elders brede opklaringen. In de loop van de nacht daalt de temperatuur tot een graad of 5. Morgen krijgen we ander weer. In de loop van de dag gaat de bewolking weer toenemen en die wolken, die stapelwolken, gaan uitgroeien tot enkele buien. Het wordt 10 tot 14 graden, maar misschien als de buien wat later komen, wordt het in het zuidoosten en oosten warmer. Zondag wordt het juist minder zacht. Temperaturen dalen dan naar zo'n 9 tot 12 graden. Er is veel bewolking, af en toe schijnt de zon en opnieuw kan er een enkele bui vallen. Vanaf maandag breekt een nieuwe periode aan met droog weer. Daarbij is het overdag zo'n 9 tot 12 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.